De minister van Buitenlandse Zaken, Yıldız Polat-Biglı, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Diplomatieke Academie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut NII. Volgens het NII is deze samenwerking belangrijk voor onder andere het opzetten van het Surinaams Diplomateninstituut dat in november geproclameerd zal worden. Onder andere academische uitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling van deskundigen zullen beschikbaar zijn voor de studenten van beide instituten. De uitvoering van deze samenwerking zal plaatsvinden tegen de achtergrond van de verdere professionalisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere overheidsinstituten, waaronder het kabinet van de president. Ook de private sector wordt meegenomen in dit proces.